Hello. Hi. Can you go? Oh, yes. Okay. I call the police. You call the police? Yes. Dit is Gul of Gierig. Het programma waarin Martijn en Joost het land doorgaan om de vrijgevigheid van mensen te vergelijken. Dit wordt getest op 3 pijlers. Een activiteit, eten en een slaapplek. De strijd deze week gaat tussen Duitsland en België. Zijn ze gul of zijn ze gierig? Terwijl Joost waarschijnlijk onderweg is naar Antwerpen, zijn wij inmiddels de Duitse grens gepasseerd. En wat viel me nou op? Je hebt hier ontzettend veel paarden. En ik dacht, voordat we de stad ingaan, laten we de eerste activiteit gewoon proberen hier te halen. Namelijk paardrijden. Daarom zijn we bij der Pferdenpension. En gaan we vragen of wij misschien op een paard mogen zitten. Terwijl ik fucking bang ben voor paarden. Dus het is nu al een kut idee. Zo meteen bij de Duitsers is, ben ik bij onze lieve zuidenburen. Ik ga kijken hoe gril ze zijn natuurlijk, op 3 verschillende pijlers. Uiteindelijk moet ik een slaapplek zien te fixen. Maar voordat ik die slaapplek fix, ga ik denk eerst op jacht naar leuke activiteiten. Mannen, waar gaan jullie naartoe? Station. Je hebt heel veel haast. Heb je niet nog even een uurtje over om even wat gezelligs te doen? Nee, een uur. Dat kan wel niet. Nee. Ga je verder nog wat leuks doen? Mag ik met je mee eten? Nee? Je hebt een vriend. Mag ik jou wat vragen? Zullen wij wat leuks gaan doen? Nee? Ik ben echt goed met dames, ouwe. Serieus, ik wens ze allemaal mijn vinger heen. Hallo, can I ask you a question? Maybe it was possible for me to ride a horse? Filming hier, nee, stop. Oké, no filming hier. Het was een leuk idee. De uitvoering was wat minder. Nou, wat vinden jullie van de eerste indruk van de Duitsers? Ik heb wel mijn mening, ik hou hem nog even voor me. Ja man, jij ziet er niet uit alsof je heel veel haast hebt. Heb jij zin om mij iets leuks te doen? Ja, kunnen we gaan winkelen. Cinema is hier in de buurt. Het is niet zo mooi weer, maar ja, dat gaan we niet op camera doen natuurlijk. Maar ik heb geen geld om te winkelen. Geen geld. We kunnen ook gewoon lekker een hapje eten. Goed. Toch? Zullen we samen even lekker een hapje eten? Goed. Nou, top. Ik zou heel graag dit Italiaanse broodje met parma willen. Alleen aan jou. Jawel, jongen. Ja, hartstikke bedankt. Ja, je bent een fantastische vent, ouwe. Maar ik zie hier een restaurantje. Laat hier proberen het eten te scoren. Dropped here and we can't spend any money. Is there something that you could help us with? I could definitely let you use the bathroom. Oh, well, let's start, I guess. Het ziet er heel chic uit. Kom ik zo aanlopen. Heb je voor mij een kamertje of zo? Grappig. Hello, good afternoon. We need to sleep somewhere. Is there something you can help us with? Het probleem is, we are fully booked. You're fully booked? Ja, yeah, 5 days. Wauw. Ik zoek eigenlijk nog een slaapplek voor vanavond. Zou ik maar jou mogen slapen? Nee. Nee? Ik moet nog wat leuks gaan doen vandaag. En ik heb nog een slaapplek nodig. Bij mij zou dat mogen, maar ik moet wel morgen om 7 eruit. Ja, is goed. Oké, dan ben ik daar. Top, hoe heet je? Nuria Limauer. Wat is je nummer? Want dan ga ik je bellen en dan... hoe laat mag ik langskomen? Wij gaan feesten. Ik denk dat ik al mag ik daar aan meedoen? Terug ben. Ja, we gaan naar Persjes en Pintjes. Pintjes staat voor Ralph Lauren paardje, dus je moet zo'n hemd of polo aan doen als jammer. We moeten Ralph Lauren hebben. Dat vind ik echt helemaal leuk. Ik wil dus echt heel erg graag mee naar dat feestje. Dus ik ga naar de Ralph Lauren store en ik vraag of ze daar misschien nog een oud t-shirt hebben met zo'n polo paardje erop en of ik die dan mag hebben. Het is een beetje aan de skere kant, maar ik heb een paardje. Ik ga Noora even bellen. Ik ga even zeggen dat wij ready zijn voor de Pert en Pintjes feestje. Please, neem op. Kom op. Je bent mijn redder in nood. Come on. Shit, ik ben echt bang dat zij terugtrabbelt nu, man. Weet je wat? Ik stuur een fotootje dat ik er helemaal klaar voor ben. You want to say something? What's up? You're talking here, as they don't hear you. Britons are getting out to my mother, my brother, my uncle, and yeah. Cousin. Cousins? Yeah. What else? Yeah. And you? Stepsister, stepbrother. My dog. Yeah, my dog, my cat, my neighbors. My scooter, I really enjoy my scooter. Nice, out of the heart. What are you doing here? What are you doing here? Well, can I have a beer, maybe? Yes. That would be really nice, thank you. I should leave. Ah, thank you. Well, we have to eat somewhere and we still have to sleep somewhere. I can give you my pommes. Perfect. You were saving that. Yeah, for later, but I'm not hungry anymore, Wow, that's so nice. Yeah. So, a beer and pommes. Het is een beetje onaardig. Ik vertrouw er helemaal niks van. Ah, godverdamme, dit, sorry hoor. Wie doet dit? Gooi dit gewoon lekker weg. Ga ik dan niet mee naar huis nemen? Oeh, laat ik dit meenemen voor morgenochtend. Eet dit lekker op met een eitje. Misschien ben ik nu echt een verwend kutkind, maar ik ga dit niet eten. Is het heel raar? Ik had het misschien niet moeten aannemen. Daar zit mijn fout. Zijn dat voor vage types hier, joh? Dan niet iemand gezien dat ik dacht, ja, ik wil wel bij jou slapen, man. Laten we even kijken bij het hotel. Hallo. Hi. Can you go? Oh, yes.
We the okay. I call the police. You call the police? But why would you call the police? Jesus Christ. Zullen ik bestaan? Ik heb de vraag nog niet eens gesteld. Kan ik bij u de nacht doorbrengen vanavond? Nee? Nee, ik vind het echt niet leuk. Heeft u ook haast? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Want ik zou ook wel het leuk vinden als we iets leuks kunnen doen. Geen zin in. Geen zin in? Nee. Oké, okay. Zou je mij kunnen helpen? Zou je het leuk vinden wat leuks te doen? Ik heb alleen geen geld. Dat is de catch, zeg maar. Dat is geen probleem. Thanks! Ja, top. Dat vind ik echt relaxed. Nou, laten we het gaan doen. Ja? Ja, toch? Oké, ik ben echt aan het wachten op mijn vriend. Dan zullen we kunnen dat kunnen we gaan. Oké. Vindt hij het ook oké? Dat zullen we zien, hè. Oké, nou gaan we merken. Hey, ik ben Joost. Hi, ik ben Gerson. Hey Gerson. Ja. Ik heb net met je Mattie Brian gesproken. Ja. En we gaan wat leuks doen met z'n drieën. Is er een gamehal? Ah, ja, bij de bowling. Ja? Oké, laten we erheen gaan. Is de tram hier eigenlijk gratis? Nee. Dan ga ik dus niet per ongeluk start rijden. Zie je even kijken of we het kunnen eten bij Chinatown? I'm really sorry, but I can't stand food. Not, also not like a little bit of no. No. Okay, cool, perfect. No. So the answer is no. Okay, perfect. Godverdomme. We're testing the hospitality of Germany. So either can we sleep in your apartment or maybe you have something to eat? I sleep on them. You sleep what? I sleep downstairs. Do you have an extra room? No. Can you maybe help us with something to eat or anything? He's chef, is that. He's a chef. We can have a pizza? Nou, we krijgen een pizzaatje en dat is heel aardig. Ik zou vragen of ik bij hun mag slapen vanavond. You might have overheard our conversation. Yes, we loved it. Can you help us? We need a place to sleep for tonight. I would have to ask my roommates, but... Where do you live? In Aachen. In Aachen. How far is that? 1 hour by car, but it's like you from there you can walk 15-20 minutes to Holland. Perfect. Just check with your roommates. That would be so cool. Leuk. Volgens mij krijgen we nu een hartstikke lekkere pizza. Thank you very much, sir. The best pizza in Germany. Thank you very much. Jij bent de beste in basketbal? Oké, dan wil ik het wel tegen jou proberen. Het is gewoon het voordeel van een lange man. Nog een potje? Hey boys, ik vind het top. Wat gaan we nu doen? Brian. Ja, Brian. Lekker, man. Ik kan wel zeggen, ik heb het wel een beetje zwaar gehad met de zoektocht naar gulle mensen in België. Maar ik heb er zeker twee gevonden. En now, the moment of truth. Then you can't sleep at our place. Yes! Yeah! We go to a club later, so you would have to come party. That sounds like an activity. So we're going to your house? Yeah, exactly. Then we go to a friend's house, like a little bit of pre-drinks. Okay. Then we go to a club. I hope Germany wins, I hope. Well, then you're gonna have to pay all my drinks. Yeah, I will for sure. Ik heb een berichtje teruggekregen van Noora. Noora zegt tegen mij om 11 uur bij Club Lima. Ik ben er ook alvast heen gelopen. Ik heb eigenlijk wel gewoon zin in een feestje. En als het feestje afgelopen, dan hoop ik dat ik gewoon nog steeds bij haar mag slapen. Ik blijf voor deze toko gewoon even chillen. Tot die open gaat. En tot die tijd sta ik hier te wachten. Oké, man. What happened? My roommates called me. And they were like saying that in the end they don't want you to stay at our place. It hurts. So we drove an hour with no place to stay. So we're gonna go to your friends, maybe have a drink. Exactly. That's our activity. Yes. And then we are gonna go look for another place to sleep. That's race cage. Race cage. I've never played race cage. Oh, perfect. Okay, then let's first get the beer. Okay. I like the sound of that. Is it not like beer pong? No. It looks okay. We hebben allemaal balletjes in een beetje gooien en dan. I'm gonna kiss the ball and then we dutch and then yeah. I got it. Ball! Ah! Beer! Race cage! Ball! Motherfucker! Nice! Fun game. Yeah! What are you talking about? What? Hey man. Goedenavond. Ik kom voor het peertjes en pintjes feestje. Niet filmen alsjeblieft. Oké, doe me naar beneden. We mogen binnen dus niet filmen, maar we zijn even naar boven gelopen. En er is een gastenlijst. Dus ik ga Noora even bellen, die is er nog niet. Kijken of zij mij op de lijst kan knallen. Ik zie het zo gebeuren dat het uiteindelijk op niks uitdraait en ik gewoon geen slaapplek heb. Wat een rollercoaster man.
Op het ene moment denk je, we gaan hierheen, we hebben een slaapplek. We hebben toch onze activiteit voltooid. We hebben namelijk een bierspel gedaan, dat telt. Kaching! Ik heb wel nu informatie dat we die kant op moeten lopen, heb je een barretje. Ik denk dat we gewoon maar één optie hebben. Ja, fuck it, laat maar proberen toch? Hello, can I ask you something? Still need a place to sleep. I can ask, but... That's not a no. We hebben zojuist antwoord. What's the word? Huh? Can we sleep in your apartment? No problem. Got it, Sas. Ik sta weer op straat, man, en dit heeft me ontzettend veel tijd gekost. Boys, ik ben aan het onderzoeken hoe gul de Belgen zijn. En volgens mij hebben jullie een huisfeestje en ik zoek nog een slaapplek. We slapen hier al met bed, maar dan zie je. Oké, maar dan ga ik weer verder zoeken. Zou jullie mij alsjeblieft willen helpen? Zou ik bij jullie mogen slapen? Of bij één van jullie mogen slapen vanavond? Gaat je mee uitgaan dan? Ja, ja, waar ga je heen? Red in Blue. Dan gaan we gezellig drinken, shotjes doen. En aan het eind van de avond mogen de cameraman en ik bij jou slapen. Is goed. Lekker man, hoe heet je? Tuur. Top. Kijk ouwe, ik heb je gewoon weer nu een hele goede avond voor de boeg. Ja. Jij woont hier toch? Ja, klopt. Een bed? Ja. En een slaapbank. Nou, we zijn net aangekomen bij het huis van Lasse. Zo zijn de studentenhuizen in Nederland niet. Er staat hier een Porsche. Dit zijn hele rijke studenten. Really? Where are we right now? Straight to the bar. This is our bar. Which is not tidy at the moment. Look at you. Very strange. Which bed is the most clean? None of them. None of them. So okay, this is our bedroom for the night. Okay, so I make you a bed. Okay. If I win, I sleep in your room. If you win, yeah, I'll organize you a better room to stay. Deal. Hi, boom. I can smell a better room. Can you smell that? Can you smell that? Cheers, mate. Hey, Joost. Hey, schat. Ik heb zojuist. We zouden eigenlijk zeg maar echt op het zoldertje slapen. Maar ik heb dus iemand keihard verslagen op deze pooltafel. Dus we zijn zojuist geüpgraded. Lekker, Pik. Goed gefixt. Je bent lam, hè? Ja, ik ben ook echt heel erg lam. Ja, ik ben echt naar de gids weer, man. Oké, geef mij heel even. Ik ga namelijk nog wel de stad in. Ik ga even een paar biertjes drinken. Waarschijnlijk gaat het heel laat worden. Hey, knappe man. Later, blij eigenlijk. Adje! Waar is die joh? Ik ga hier nog wel even door. Proost! En we beginnen met de Kia Shot. Kom maar! Dat is een ding. Dat is veel, hé? Goedemorgen. Die ring, hè? We zien wel eens van een dimmer gehoord, joh. Laat even een klein beetje vaccineren, terug naar huis. Even een weekje in opname meer, hoor. Ik ben er wel klaar mee. Zo, na dat 3 beste uurtjes slaap is het denk ik wel eens weer tijd om er vandoor te gaan. Goedemorgen. We gaan er lekker vandoor, joh. Dankjewel voor deze fantastische slaapervaring. Lasse! Yeah, man. Can I thank you? It's time for us to hit the road. All right, yeah. So I guess I'll see you later, man. Yeah, have a safe trip. All right. It's in Amsterdam. Thank you. Bye-bye. Bye. Kijk, we're right, just kidding. Ja, lieve kijkers, wat moeten we zeggen? Duitsland, wat was je gastvrij? Wat was je ook borderline? Je ging van links naar rechts, van een slaapplek, van geen slaapplek. Uiteindelijk kom je in dit fucking paleis terecht. En ik zou zeggen, Joost, ik hoop dat jij een leuke avond hebt gehad. Ik ga naar huis. Later!